Bent u akkoord met het voorakkoord? Dat hou ik voor mij. Excuseer me, maar dat hou ik voor mij. Ja, maar normaal, ja. De merendeel is akkoord. Ik ook, eigenlijk, ja. Yves, die 26 jaar bij Ideal Floor Coverings in Wielsbeke werkt, heeft net het ontwerp voor het sociaal plan goedgekeurd. Vakbonden en directie zaten daarover uren samen, maar het zijn de 175 werknemers die beslissen. We zijn hier met een goed sociaal plan naar de mensen gekomen. We hebben dat uitgelegd aan iedereen, alle verschillende onderdelen van het sociaal plan. Maar het is aan de werknemer om dat goed te keuren. En die hebben dat goedgekeurd met meer dan 80%. Dus dit is een gedragen sociaal plan. De werknemers wilden een even hoge sluitingsvergoeding als de mensen in Komen, waar ook een vestiging dichtging. Ze legden daarom 6 dagen lang het werk neer. Volgens de bonden gaat het nu om een vergelijkbaar akkoord. Maar een klein vijfde van de werknemers stemde alsnog tegen. Ik ben niet tevreden van de situatie. Ik werk hier al 23 jaar. Ik krijg minder geld. Dat moest ietsje meer zijn. 400 euro per jaar. Ik vind dat te weinig. Dat moest ietsje meer zijn. Gelijk die andere firma's en al. Maar we kunnen toch niets aan doen, hè? U hebt tegengestemd? Ik ben tegengestemd, ik heb nee gezegd. Het wettelijk minimum voor een sluitingsvergoeding is 191 euro per jaar anciëniteit. Werknemers krijgen dat naast de ontslagvergoeding. Wie hier straks elders binnen de Beaulieu-groep start, krijgt dan weer een premie. Voor de bonden zit daarmee het grootste werk erop. Het waren inderdaad moeilijke, lange onderhandelingen. Ik denk dat we allemaal zeer blij zijn dat het weekend is. En maandag gaan ze op deze plaats toch opnieuw aan de slag, tot de poorten definitief dichtgaan.